Vakantie gaan naar verre orde zit er deze zomer niet in. En daarom brengen we de zomer een beetje bij je thuis met lekkere cocktails. Zoe, die maakt ze. Wat gaan we deze week maken? We gaan deze week een mojito maken. Klinkt lekker. Een beetje een standaard cocktail, toch? Wat iedereen wel eens heeft gehad. Ja, het is wel een standaard cocktail. En iedereen kent het wel. Dat is een beetje de vakantiecocktail. Net zoals Sex on the Beach van vorige week. Mensen kennen dat van verre orde, waar ze normaal gesproken naartoe gaan op vakantie. Dus dat willen ze in Nederland ook wel drinken. Ja, nou, goed idee. Ga je gang. Zeker. Waar ik vorige week zei dat je natuurlijk heel veel ijs nodig hebt, begin je met een mojito niet met ijs. Ah. Maar je begint met een limoen. En die snij je in partjes. En het ligt een beetje aan je limoen, hoeveel partjes ervan gebruikt, maar meestal tussen de 3 en de 4. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk mega grote limoenen, daar kun je er ook prima 2 van gebruiken. Maar het verschilt wel een beetje hoe groot je partjes zijn en wat fijn is. Maar het ligt ook wel een beetje aan je eigen smaaksensatie. Ja. Als je te weinig limoen erin doet, dan heb je een hele waterige cocktail. Dat is niet lekker natuurlijk. Dat is zeker niet lekker. En dan heb je munt. Dit zijn mega grote blaadjes munt. Mm-hmm. En je doet er dan tussen de 6 en de 8. Ik zou zeggen, deze blaadjes zijn absurd groot. Wat je zelf ook ziet. Dus ik zou zeggen, doe je er 4 of 5. Maar vaak heb je van die hele kleine lullige muntblaadjes. Mm-hmm. En dan is het beste tussen de 6 en de 8. Ja. En wat is lekkerder? Grote bladeren of kleine bladeren? Ik zou zeggen grote bladeren, omdat je tijdens het muddelen verpest je ze net iets minder en dat is net iets makkelijker. En als je die kleine lullige blaadjes hebt, dan zijn ze al heel snel kapot en dat is niet fijn. En het hele makkelijke is, dit koop je gewoon in een klein bakje bij de Albert Heijn. Ja, dat is lekker. Dus ja. Iedereen heeft de mogelijkheid om te kopen. Je hoeft er niet voor naar een speciale zaak of zo. Maar een eigen muntplantje in de keuken is natuurlijk leuk. Kan zeker ook. Als je het volhoudt en hem goed verzorgt, wat dat heel lastig is. Ja. Ja. Dan heb je rietsuiker. Kan ook met normale suiker. Kan ook met andere verschillende soorten suikers. Maar meestal wordt de rietsuiker gebruikt. Daar doe je 2 schepjes van. Mm-hmm. Mocht je nou een hele grote zoete kou zijn, kun je best wel wat meer toevoegen. Het hoeft niet per se. Ik heb een tijdje terug een mojito gedronken bij een niet nauw te noemen zaak hier in de stad. En dan zat ik de hele tijd een beetje suiker weg te happen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, toch? Nee, het is wel die crunchje die je eraan wil geven, maar het moet net niet te extreem zijn. Precies, ja. Want je wil niet door je rietje suiker gaan proeven. Nee, dat was toen wel het geval. Vond ik toch zonde. En dan zet je je glas eigenlijk iets schuiner neer. En dat doe je als je gaat muddelen, omdat je anders zo in een glas aan het stappen bent. Ik weet niet of je ooit hebt gezien wat er gebeurt als je zo in een glas gaat stampen met iets dan ook. Ik heb geen idee. Het zal denk ik allemaal vast komen te zitten. Dan heb je een regen aan stukjes glas. Oh, ja, dat is zonde. Het ziet er heel leuk uit, maar het is wel zonde. En dan ga je eigenlijk in een soepele, draaiende beweging ga je door je glas heen. Zodat je alle smaken met elkaar mengt. Als je dit nou te hard doet, dan krijg je een heel mooi bruin drapje. Dat wil je niet hebben. Nee. Je wil dat alle smaken wel vrijkomen, maar dat je het ook niet helemaal kapot muddelt. Dus dan krijg je eigenlijk een heel subtiel, mooi gezicht. Nou, mooi. Ik vind het niet per se heel lekker uitzien nu, toch? Ja, maar de kleuren zijn er nog wel. Je ziet geen raar bruin drapje. Nee, dat is waar. Dan vul je hem met ijs. En dit kan met crustijs zijn, het kan met ijsblokjes. Wij doen hem tegenwoordig met ijsblokjes, maar het maakt niet heel meestal veel uit. Meestal is het met crustijs, toch? Meestal is het met crustijs, maar je ziet tegenwoordig de trend in cocktailbarren en bij high-end bartenders dat ze zeggen, weet je wat, we kunnen ook wel back to basic en dat crustijs hebben we eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, oké. Ja. En dan heb je rum. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk zelf kiezen, oké, ik hou meer van die soort rum of Ik vind die Bacardi ook best wel prima. Kan ook. Ik zou zeggen, het is niet heel veel duurder om een mooie fles rum te kopen dan een fles Bacardi. Precies. En de slijter staat er vol mee. Mm-hmm, want Bacardi is geen goede rum, zeg je eigenlijk. Bacardi is gewoon een standaard rum wat heel veel mensen kennen. Maar het is een beetje jammer, want het verpest heel erg de standaard mening van mensen. Mm-hmm. Dus ook bijvoorbeeld die Baco, ja, dat is een Bacardi cola. Ja. Maar een rum cola met een net iets mooiere rum, 100 keer lekkerder. Kan me voorstellen. Maar we kennen ja. het gewoon niet. Nee. Je horizon verbreden is belangrijk. Zeker.
Dan heb je weer het barmaatje. En die vul je eigenlijk tot rood. En normaal gesproken hoor je spuitwater, 7-Up. Mm-hmm. Ik vind dat een beetje zonde, want je haalt niet alle smaken naar boven. Okay. Dus wij gebruiken ginger ale. Mm-hmm. En het kan eigenlijk iedere ginger ale zijn, maar dat ligt maar net aan wat je in de koelkast hebt staan. Maar als je een mooiere ginger ale hebt staan, niet een Finley of een Kinley of een Snaps, maar een Thomas Henry. Tegenwoordig kun je het overal kopen. Dat was eerder nog wel een uitdaging. Maar heb je gewoon een heel mooi product. En dat is meestal ook het belangrijkste. Want als je mindere producten hebt, smaakt je cocktail ook gewoon minder. Ja, logisch. Ja. En dan roer je alles door. Dat is natuurlijk wel een grotere uitdaging dan bij een Sex on the Beach. Dat geloof ik. Want er zit net iets meer in je glas. En je wilt het wel mooi vermengen. En dan laat je de limoen en de munt weer terugkomen in de garnering. Dus dan snij je een partje limoen. Kun je het ook in schijfjes snijden. En die zet je op de rand van het glas. En dan heb je een mojito. Aan mij dan de taak om hem te proeven. Ik proef geen suiker door mijn rietje, dus dat is een goed teken, denk ik. Zeker. Gaan we volgende week maken? We gaan volgende week een Moscow Mule maken. Lekker. Proost en tot volgende week.